In een nieuwe Netflix-reeks wordt de vermeende homoseksuele relatie tussen Alexander de Grote en zijn generaal expliciet in beeld gebracht, wat voor ophef zorgt op sociale media. Maar ook andere historische filmfiguren werden in het verleden al geout. Op bevel van de keizer breng ik jullie, de gevluchte slaven, de volgende boodschap. Al jullie levens zullen gespaard worden als jullie de slavenleider Spartacus identificeren door hem aan te wijzen. Oh my god, oh my god, oh my god. Als jullie weigeren, zullen jullie onderhevig gesteld worden aan extreme martelingen tot de dood verlossing biedt. Oh, Jesus, het kan me niet zomaar bekend maken, zeker? Ik ben Spartacus. Ik ben Spartacus. Oh, zulke schone gesten van hem. Ik ben Spartacus. 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 Ah, jullie zijn allemaal Spartacus. Wij hebben gehoord dat Spartacus een gay is die graag mannen pijpt. We noemen hem hier Spermacus. Ik ben Spartacus niet. Ik ben Spartacus niet. Ik ben hem ook niet. Ik ben niet gay. Ik ben ook niet gay. Ik word Stefan Borsten. Wij zijn allemaal niet gay.